Kijk, hier heb je stroom, een stroom water. Maar hoe kom je tot die stroom? Daarvoor heb je een kraan nodig. Die zet het water onder druk. Die zorgt voor wat spanning. En daar gaan we het over hebben. Stroom en spanning. Eerst eens naar die stroom. Je hebt positieve en negatieve lading. En de positieve deeltjes die worden aangetrokken door de negatieve lading. En de negatieve door de positieve. En die beweging tussen die twee ladingen, dat is de elektrische stroom. Ja, het komt door het ladingsverschil natuurlijk. Hè. En het ladingsverschil, dat is eigenlijk een maat voor de elektrische spanning. En daar heb je dus stroom en spanning. De vraag die je nu kunt stellen is, wat is de richting van die stroom? Want die positieve deeltjes, die gaan van links naar rechts. Maar die negatieve deeltjes, van naar rechts naar links. Nou, de afspraak van de richting van de elektrische stroom is dat het altijd de richting is die de positieve deeltjes zouden gaan. Let op, zouden gaan. He, soms dan kunnen die positieve deeltjes natuurlijk niet gaan stromen. Denk aan een metaal. He, in een metaal zitten ze vast. Nou, van plus naar min is de elektrische stroom. Kortom, als we een lampje hebben, stuiven we aan op een batterij, dan is de stroomrichting dus in dit geval met de klok mee, van plus naar min. Het is een stroomdraad, dus het zijn eigenlijk geen positieve deeltjes die stromen. Nee, het zijn elektronen die gaan stromen. En dus de elektronenstroom is eigenlijk net andersom. Maar de stroomrichting is van plus naar min. Trouwens, je ziet hier ook meteen, er kan natuurlijk alleen maar een stroom lopen als er een stroomkring is. Hè? Anders dan kunnen ze niet gaan stromen. Eventjes weer naar die batterij en de lamp. Het is een heel mooi plaatje, maar om iedere keer weer zo'n lampje te tekenen. En zo'n batterij, nee, daarvoor hebben we symbolen voor. Kijk, dit is een symbool voor de batterij. Ja, een lang streepje is de plus, een korte streepje is de min. En zo'n lampje, dat tekenen we als een rondje met een kruisje erin. Ja, dat tekent een stukje makkelijker. Eventjes op een rijtje. Eerst de spanning. Ja, elektrische spanning. Het symbool is de hoofdletter U en de eenheid is de volt. Ja, nou, daar kom je heel vaak tegen. Bijvoorbeeld zo'n batterijtje, 1,5 volt. Maar je hebt ook een batterij van 9 volt. Je hebt het stopcontact, 230 volt. En alsof het nog niet genoeg is, denk eens aan die hoogspanningsleiding. Wel 380.000 volt. Nou, spanning. Spanning moet je natuurlijk ook kunnen meten. En daarvoor hebben we een meter. Kijk, dit is hem. Ja, het is een zogenaamde multimeter. Het woord multi zegt het al. Je kunt er meerdere dingen mee meten. En dat doe je hier met het draaiknopje. Die zet je in een juiste stand. En dan is het een spanningsmeter geworden. En in een andere stand kun je bijvoorbeeld straks stroom meten. Maar komen we straks op. Eerst de spanningsmeter. Stel je voor, ik wil de spanning over het lampje meten. Dan zet je die spanningsmeter ook over het lampje. Dat is belangrijk dat je het er niet voor of achter zet, maar er overheen. Ja, je zet het in feite buiten de stroomkring, want de stroom die gaat van plus naar min. Kijk, dit is de stroomkring zo. En een voltmeter is zo gemaakt dat er nooit geen enkel elektronetje door de voltmeter heen kan. Nou, dus alle stroom gaat plop die kant op. Goed, spanning. Dan komt natuurlijk ook de stroomsterkte. En stroomsterkte was die lading die zich bewoog. En dat is ook de definitie van de stroomsterkte. De definitie van stroomsterkte is hoeveel lading komt er in 1 seconde langs. En lading is natuurlijk in coulomb. Symbool voor stroomsterkte is de hoofdletter I. En de eenheid is ampère. En het is lading per seconde. Dus formule is I is Q gedeeld T. Die Q is de lading, ja, hoeveel lading in coulomb komt er langs. En T is de tijd, natuurlijk wel in secondes, ja, dat hij erover doet om langs te komen. En dan krijg je de stroomsterkte in amperes. Dat betekent dus een stroom van 1 ampère, dat is 1 coulomb die in 1 seconde langskomt. Ja, dus stel je voor, je wacht 5 seconden, dan komt er 5 coulomb langs als de stroomsterkte 1 ampère is. Nou, stroomsterkte, net als de spanning,
kun je ook weer meten weer met die multimeter. En die multimeter, die zet je dan, ja, stel je voor ik wil de stroomsterkte door het lampje meten. Dan zet je die stroommeter in de stroomkring. Ja? Dus de spanningsmeter die zet je buiten de stroomkring. En de amperemeter in de stroomkring. Moet je nou hier zetten of bijvoorbeeld daar, dat maakt niks uit. Want stroom die loopt zo. En als je hier 1 ampère is, is je daar ook 1 ampère. Want die lading kan nergens anders heen. Dus alles wat hier langs komt, gaat ook daar langs. Ja, zo'n amperemeter is het tegenstelde van een voltmeter. Voltmeter die laat niks door. Een amperemeter die laat gewoon alles door, ja, zonder er ook maar iets mee te doen. Goed, eventjes verder met de batterij weer. Ja, nou, zo'n batterij kun je natuurlijk de spanning vermeten. En als ik dit zo doe, dan krijg ik natuurlijk 1,5 volt op de spanningsmeter te staan. Maar er is altijd spanning, maar loopt er ook stroom nu? Nee, want die voltmeter die laat niks door. Oftewel, de stroomsterkte, ja, die is er alleen maar als er een stroomkring is. Ja, dus de spanning is er altijd wel, maar stroomsterkte alleen als er een stroomkring is. En dan kun je dus ook de stroomsterkte meten natuurlijk. 1 batterij. 2 batterijen. Wat zou er nu gebeuren? Nou, als je 2 batterijen op deze manier naast elkaar zet, dan blijft het gewoon 1,5 volt. Ja, we noemen dit parallel. Ja, waarom zou je dit doen dan? Als het gewoon 1,5 volt blijft? Nou, het is wel zo, ja, dat hij 2 keer zo lang doorgaat. Ja, dus 1,5 volt, stel je voor 1 batterij zou na 1 uur op zijn. Als je ze zo doet, dan kun je 2 uur mee. Natuurlijk ook die 2 batterijen zo laten doen. Ja, dit noemen we in serie, op elkaar. En als ze zo worden geschakeld, dan heb je plotseling 3 volt. Nou, dus achter elkaar, mooi 3 volt, 2 keer. Het is natuurlijk wel zo van, ja, je kunt een lampje inderdaad, wat daar staat, dubbel zo fel laten branden. Maar ja, als 1 batterij 1 uur zou volhouden, op deze manier blijft het gewoon 1 uur. Zo, gewoon lampje, batterij, eens kijken hoor. Even aansluiten, kijk, dan gaat die branden. Maar alles wat gaat branden, kan ook weer uitgaan. En dat is ook met deze presentatie. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.